Alright, wij kunnen alvast Genesis 24 op gaan zoeken. We moeten even een stukje gaan lezen. Wel een klein stukje. Toch? Deborah zegt van, je moet het niet helemaal, kan je niet een stukje overslaan? Het is al laat. Nee. Als het toch ongeveer de laatste zondagse samenkomst is, dan kunnen we hem net zo goed maar een beetje uitrekken, toch of niet? Hè? Dan maken we er wat van. Zo is het ook weer. Sorry voor wat je nog gepland had vandaag, maar we gaan even met z'n allen de 67 versen lezen. Succes ermee. Gezamenlijk lezen, zo werkt het. Alright, laten we de bakjes rondgaan. Ondertussen kan ik nog even een profetisch woordje delen wat ik had voor Cal. Huppa. Twee puntjes, Cal. Zal er misschien niks nieuw tussen zitten, maar God gaat het bevestigen, denk ik. Puntje 1, God roept je om te spreken. Puntje 2, die creativiteit komt terug in je leven. Dat was hem, be blessed. Ja, precies. Carl, nu kun jij het wel doen, kun jij het mooi lezen. 67 versen graag, nee. Ik stuur mijn vrouw wel even, die is er heel goed in. Oké. Genesis 24. Zullen we gelijk maar gas geven? Huppa. Daar gaat hij. De bakjes nog rond. Vers 1. Tot het einde. Ja, zijn we ready to go? Wel hè? Oké, gaat ie. Abraham nu was oud en op dagen gekomen en de Heer had Abraham in alles gezegend. Toen zei Abraham tegen zijn dienaar, de oudste van zijn huis, die alles wat hij had beheren, leg toch uw hand onder mijn heup. Dan denk je, dat was een beetje gek, maar dat was in die tijd was het nodig om een eed af te leggen. Wie is er blij met handen schudden tegenwoordig? Ik wil u laten zweren bij de Heere, klinkt ook goed, zweren bij de Heere, de God van de hemel en de God van de aarde, dat u voor mijn zoon geen vrouw zult nemen uit de dochters van Kaanieten, te midden van wie ik woon, maar dat u naar mijn vaderland en mijn familiekring gaat om voor mijn zoon Isaac een vrouw te nemen. En de dienaar zei tegen hem, misschien zal die vrouw mij niet willen volgen naar dit land. Zal ik dan uw zoon terug moeten brengen naar het land waaruit u vertrokken bent? Abraham zei tegen hem, wees op uw hoede, wees zeer waakzaam. Hey. Dat u mijn zoon daar niet terugbrengt. De Heere, de God van de hemel, die mij uit mijn familie en uit mijn geboorteland weggehaald heeft, die tot mij gesproken heeft en die mij gezworen heeft, aan uw nageslacht zal ik dit land geven. Die God zal zijn engel voor u uitsturen, omdat u voor mijn zoon daar vandaan een vrouw zult meenemen. Dat zijn de betere datingsmoves hè, dan tegenwoordig dat swipen. Maar als die vrouw u niet wil volgen, dan bent u vrij van deze eed aan mij. Breng mijn zoon echter niet daarheen terug. Toen legde de dienaar van zijn hand onder de heup van Abraham, zijn heer, en hij zwoer hem dat. Daarop nam de dienaar 10 kamelen van de kamelen van zijn heer en ging op weg met allerlei kostbaarheden, ook wel gaven, van zijn heer bij zich. Zo stond hij op en ging hij op weg naar Mesopotamië, naar de stad van Naor. Buiten die stad liet hij de kamelen neerknielen bij een waterput tegen de avond en tegen de tijd waarop vrouwen water kwamen putten. Toen zei hij, Heere, God van mijn heer Abraham, laat het mij vandaag toch gebeuren en bewijs uw goedertierenheid aan Abraham mijn heer. Zie, ik sta bij deze waterbron en de dochters van de mannen van de stad komen om water te putten. Laat het zo zijn dat het meisje tegen wie ik zeg, laat toch de kruik van uw schouders zakken, zodat ik kan drinken en dat zal zeggen, drink. En ik zal ook uw kamelen te drinken geven, dat zij het meisje is dat u voor uw dienaar Isaac bestemd heeft. Daaraan zal ik dan weten dat u mijn heer goede tierenheid bewezen hebt. En het gebeurde, voordat hij uitgesproken was, dat zie, Rebecca de stad uitkwam, die bij de Betuwe was ze geboren. De zoon van Milka, dat is van die repen. De vrouw van Naor, de broer van Abraham. Zij had haar kruik op haar schouder. Het meisje was erg knap om te zien, een maagd, geen man had gemeenschap met haar gehad. Dat klopt, dat betekent maagd. Zij daalde af naar de bron, vulde haar kruik en klom weer naar boven. Toen liep de dienaar snel naar haar toe en vroeg, laat mij toch wat water uit uw kruik drinken. Zij zei, drink mijn heer. En zij haastte zich en liet haar kruik op haar hand glijden en gaf hem te drinken.
Toen zij hem genoeg had laten drinken, zei zij, ik zal ook voor uw kamelen water putten, totdat zij genoeg gedronken hebben. Zij haastte zich en goot haar kruik leeg in de drinkbak en liep snel weer terug naar de put om water te putten. Zij putte voor al zijn kamelen. En de man sloeg haar zwijgend gade om te weten te komen of de Heere zijn weg voorspoedig gaan maken of niet. En het gebeurde, toen de kamelen genoeg gedronken had, dat de man een gouden ring pakte, waarvan het gewicht een halve sikkel was, en twee armbanden voor haar armen, waarvan het gewicht 10 sikkel goud was. En hij vroeg, van wie bent u een dochter? Vertel het mij toch. Is er in het huis van uw vader plaats voor ons om te overnachten? Zij zei tegen hem, ik ben een dochter van Betuel, de zoon van Milka, die zij Naor gebaard heeft. Verder zei zij tegen hem, er is bij ons zowel stro als voer en overvloed, en ook plaats om te overnachten. Toen knielde die man en boog zich voor de Heere neer. Hij zei, gelooft zij de Heere, de God van mijn heer Abraham, die mijn heer zijn goede tierenheid en zijn trouw niet onthouden heeft, wat mij aangaat, de Heere heeft mij op deze weg geleid naar het huis van de broeders van mijn heer. Het meisje liep snel weg en vertelde in het huis van haar moeder wat er gebeurd was. Nu had Rebecca een broer en zijn naam was Laban. En Laban snelde naar die man toe, de stad uit, naar de bron. En het gebeurde toen hij de ring gezien had en de armbanden aan de armen van zijn zuster. En toen hij de woorden van zijn zuster Rebecca gehoord had, die zei, zo en zo heeft die man tot mij gesproken. Dat hij naar die man toe ging en zie, hij stond bij de kamelen bij de bron. Hij zei, kom binnen, u die door de Heere gezegend bent. Waarom zou u buiten blijven staan, terwijl ik het huis in gereedheid heb gebracht, evenals een plaats voor de kamelen? Toen ging die man mee naar het huis. Men zadelde de kamelen af, gaf de kamelen stro en voer en bracht water om zijn voeten te wassen. Daarna werd hem eten voorgezet, maar hij zei, ik zal niet eten voordat ik mijn woorden gesproken heb. En Laban zei, spreek. Toen zei hij, ik ben een dienaar van Abraham. De Heer heeft mijn Heer rijk gezegend, zodat hij aanzienlijk man geworden is. Hij gaf hem klein vee, runderen, zilver en goud. Hier zien we ook een mooi voorbeeld van hoe Abraham gezegend is. Hij is rijk gezegend. Wat had hij dan? Klein vee, runderen, zilver, goud, slaven, slavinnen, kamelen en ezels. Dat noemden ze rijk gezegend. Sara, de vrouw van mijn Heer, heeft mijn Heer een zoon gebaard toen zij oud was. En alles wat hij heeft hij aan hem gegeven. Alles wat Abraham heeft hij aan de zoon gegeven. Oké, dus maken we toch een sprongetje. Dat kan. Dan gaan we naar vers 44. En dat tegen mij zal zeggen, drinkt u maar en ik zal weer de water putten voor uw kamelen. Dit is dan de dienaar die dat uitlegt aan Laban. Dat zij de vrouw die zal zijn die u eer bestemd heeft voor de zoon van mijn heer. Nog voordat ik geëindigd had dit in mijn hart te spreken. Zie, Rebecca kwam de stad uit met haar kruik op haar schouder en daalde af naar de bron en putte water. Ik zei tegen haar, geef mij toch wat te drinken. En zij haastte zich. En ik dronk. En zij gaf ook de kamelen te drinken. Van wie bent u een dochter? Ik ben een dochter van Betuel. En toen had ik een ring in haar neus en de armband aan haar armen. En ik knielde en boog mij neer voor de Heer. Ik loofde de Heer, de God van mijn Heer Abraham, die mij op de goede weg geleid had om voor zijn zoon, de dochter van de broer van mijn Heer, tot vrouw te nemen. Wel nu, als je mijn Heer goede tierenheid en trouw wil bewijzen, vertel het mij. En zo niet, vertel het mij ook. Dan kan ik mij rechts of links wenden. Laban en Betuel antwoorden, dit komt bij de Heer vandaan. Wij kunnen tegen u niets meer dan ten kwade of ten goede zeggen. Zie, Rebecca staat voor u. Neem haar mee en ga heen. Laat zij de vrouw worden van de zoon van uw Heer, zoals de Heer gesproken heeft. En het gebeurde toen de dienaar van de Abraham hun woorden hoorde, dat hij zich ter aarde neerboog voor de Heer. Daarna haalde de dienaar zilveren en gouden sieraden tevoorschijn en kledingstukken en gaf die aan Rebecca. Ook haar broer en haar moeder gaf hij kostbaarheden. Toen aten en dronken zij, en hij en de mannen die bij hem waren, en overnachten daar. Zij stonden 's morgens op en hij zei, laat mij gaan, terug naar mijn heer. En haar broer en haar moeder zeiden daarop, laat het meisje nog een dag of 10 bij ons blijven. En daarna kunt u gaan. Maar hij zei tegen hen, houd mij niet op. De Heer heeft immers mijn weg voorspoedig gemaakt. Laat mij gaan, dan ga ik terug naar mijn heer. Toen zeiden zij, laat het meisje roepen en haar mening vragen. Ze riep Rebecca en vroeg haar, wilt u met deze man meegaan? En zij zei, ik zal meegaan. En toen lieten zij Rebecca, hun zuster, haar voedster en de dienaar van Abraham en zijn mannen vertrekken. Zij zegende Rebecca en zeiden, zuster van ons, wordt tot duizenden van 10.000. Laat jouw nageslacht in bezit krijgen, de poort van zijn vijanden. Rebecca en de dienaressen stonden op, bestegen de kamelen en volgden de man. Zo nam de dienaar Rebecca mee en vertrok. Isaac kwam inmiddels uit de richting van de put Lachai Roi, en hij woonde namelijk in het zuiderland. Isaac ging tegen het vallen van de avond naar buiten om te bidden in het veld. Hij sloeg zijn ogen op en zag, en zie, er kwamen kamelen aan. Ook Rebecca sloeg haar ogen op en zag Isaac.
Zij liet zich snel van het kameel glijden. Zij zei tegen de dienaar, wie is die man die ons in het veld tegemoet komt lopen? En de dienaar antwoordde, dit is mijn heer. Toen pakte zij haar sluier en bedekte zich. De dienaar vertelde Isaac al de dingen die hij gedaan had. Toen bracht Isaac haar in de tent van zijn moeder Sara en hij nam Rebecca en zij werd hem tot vrouw en hij had haar lief. Zo vond Isaac troost na de dood van zijn moeder. Amen. Nou, mooi verhaal hè? Goed verhaal. Lekker kort. Hè? Dit verdient een slokje water. En een compliment voor de vertaalster, want die moet het allemaal maar bijhouden. Dat, hè? Dat geratel. Zijn we grapjes wel gemist. Nou, dan doen we hem toch nog een keer opnieuw, jongen. We gaan even beginnen. Genesis 24 vers 1. Alright. Dit is een mooi verhaal. Dit is een mooi verhaal. Toch? Er zit hier een mooie schaduwzijde in. En dat is dat als je gaat kijken naar Abraham is het beeld van God de Vader. Abraham is het beeld van God de Vader. Isaac is het beeld van de Zoon. En de dienaar zonder naam is de Heilige Geest. En als je gaat kijken naar dat Abraham de vader is, dat zie je natuurlijk al terugkomen in het verhaal dat Isaac geofferd moet worden. Als Isaac geofferd moet worden, dan zie je dat de Abraham zijn zoon bereidwillig wil gaan offeren. En Isaac was ook bereid om geofferd te worden. En toen ze naar de berg gingen om geofferd te worden, toen legde Abraham letterlijk zijn zoon Isaac op het offeraltaar om hem te offeren. En dat is best wel een bijzonder verhaal natuurlijk. Maar er staat in Hebreeën van waarom deed hij dat? Omdat hij wist dat God bij machten was om Isaac uit de doden te doen opstaan. Dus dat is nog een completer plaatje, nog een completere voorafschaduwing van hoe dat daaraan toe ging. En hoe te meer Abraham de vader is en Isaac de zoon, want Abraham die wist, mijn vader, mijn God, is bij machten om hem weer uit de dood te doen opstaan. En het is zo'n mooi beeld. Maar wat we hier zien, we hebben een dienaar die veel wordt genoemd, maar geen naam krijgt. Hij wordt niet genoemd en hij spreekt nooit van zichzelf. En dat is een verwijzing naar de Heilige Geest. En wat we zien is dat Rebecca is de gemeente, Rebecca is de kerk. En Rebecca ben jij. Jij bent Rebecca. En de vader, Abraham, die stuurt zijn dienaar, de Heilige Geest, op weg om zijn bruid te halen. Dus die komt om zijn bruid te halen voor de bruidegom Isaac. En Isaac is Jezus Christus. En hij wordt op uitgestuurd, die dienaar, om ervoor te zorgen dat de bruid wordt gehaald. Het mooie is, als je ook nog gaat kijken naar Isaac, het typebeeld van Jezus Christus, die is geboren uit een belofte, uit een wonderbaarlijke zwangerschap. En als je gaat kijken naar de bruid, naar Rebecca, dan is Rebecca de bruid en Isaac is dus Jezus de bruidegom. Even kijken, je ziet in vers 16... Dat is een interessant vers met betrekking tot Rebecca. Het meisje was erg knap om te zien. Een maagd, geen man had gemeenschap met haar gehad. En dat verwijst weer naar het vers in Galaten, waarin wordt gesproken over de gemeente zonder vlek of rimpel. Een pure kerk, een heilige kerk. En ik geloof gewoon zo dat we op dit moment in een moment zitten, wat we ook uitspreken en waarin we zelf ook een soort van opnieuw worden gepositioneerd. Maar het komt ook omdat God wil een kerk bouwen die heilig is, die puur is en die zonder enige vlek of rimpel is. Waarom? Omdat Jezus Christus komt eraan. Isaac komt eraan. En de dienaar komt eraan. De dienaar is eraan gekomen, die komt eraan om jou te halen, om jou uit dat vreemde land te trekken en terug te halen naar het land van Abraham, terug te halen naar het land waar jij thuis hoort, de hemel. En uiteindelijk wordt iedereen klaargestoomd om ready te zijn, tot op het moment dat de dienaar komt, de Heilige Geest komt, en die stelt jou de vraag, ga je mee? Laat het meisje het zeggen. En het meisje zegt, ik zal opstaan. Maar het is zo belangrijk dat wij heilig, vlekkeloos zijn, dat wij die geest en de bruid zeggen kom. Amen. De geest en de bruid zeggen kom. Dus wij moeten gemeenschappelijk zijn met de geest om te zeggen, dat we zeggen van oké, kom, we zullen opstaan en we zullen gaan. We zullen vertrekken en we zullen meegaan met die dienaar mee. Nou, dan hebben we nog Laban. En Laban is de broer. En die is in dit verhaal, staat die symbool voor de geest van de wereld. De geest van de wereld die eigenlijk niet... Wat hij eigenlijk wil is niet, kijk, wij willen mensen bekeren, wij willen mensen tot Jezus leiden, wij willen mensen transformeren. De duivel is er niet op uit om ons te transformeren. De duivel weet ook wel dat jij geen satanist wordt. Kan, de kans is klein toch, mag ik aannemen. Dus
Hij wil jou niet, er hoeft geen nieuwe bekeerling voor zijn koninkrijk. Hij wil je ook niet, hoeft je ook niet per se richting het koninkrijk van duisternis te hebben. Maar wat hij wil is dat hij wil je vertragen. Hij wil je vertragen, hij wil zorgen. Kun je niet nog 10 dagen blijven? Kun je niet nog 10 dagen blijven? Kun je nog bij ons blijven? Maar de Heilige Geest is duidelijk, nu is het moment, we moeten nu gaan. De dienaar zegt, nee, we gaan nu. Mijn meester spreekt, we moeten nu gaan. God heeft mijn weg voorspoedig gemaakt, dus we moeten gaan. Maar Laban zegt, we moeten nog 10 dagen blijven. Doe rustig. Weet je, blijf nog even hier. Hoe vaak zeggen mensen wel niet, doe niet zo radicaal, joh. Doe even wat rustiger. Wees niet zo intens, man. Weet je wel, wees niet zo bevlogen, wees niet zo extreem enthousiast, wees niet zo extreem gevuld met de Heilige Geest wat je eigenlijk bent. Weet je wel, doe eens wat minder. Nee, wees gevuld met die olie, wees gevuld met die kracht. En doe niet minder, neem toe. Neem toe in passie, neem toe in liefde, neem toe in dat vuur. Jezus zegt in Matteüs 24 dat de liefde van velen zal verkillen in het einde van de dagen. En dat is een treurig ding, maar het is wel hoe het is. De liefde van velen. En geloof me, dit is gewoon het einde, man. Wij zitten in het laatste stuk. In het laatste stuk. En uiteindelijk is het zo belangrijk dat wij gaan, dat wij blijven bij de Heilige Geest. Dicht bij de Heilige Geest. Dat die kerncentrale van ons actief blijft. Dat we zeggen van ja, wij laten onze olie, laten wij niet uitgaan. Want dit is de tactiek van de duivel, dat hij ervoor wil zorgen dat jij vertraagt. En dat betekent eigenlijk dat je lauw wordt. Was je maar koud, was je maar heet, maar je bent lauw. En omdat je lauw bent, zal ik je uit mijn mond spugen. Dat is een heftige tekst. Maar wat is, als je lauw bent, dan ben je eigenlijk net niks. Ben je koud? Je kan niet zeggen van, nou, ik ben het niet. Je staat nu ook helemaal niet in de fik, maar je bent gewoon lauw. En dat is eigenlijk is het gewoon een belediging voor Christus, omdat je hem niet, omdat je geen, je moet, als jij een christen bent, dan ben jij Christus gelijk. Dan ben je een presentatie als het ware van hoe christenen zijn, wie Christus is. Jij representeert Christus. Maar als mensen naar jou kijken en je bent koud, of je bent lauw, sorry, dan zien ze iets, maar dat laat Christus niet zien. En Christus zegt, je reflecteert mij niet. Je laat niet zien hoe ik eruit zie. Je bent lauw. En als je lauw bent, dan spuug ik je uit mijn mond. Dat is een harde tekst, en dat snap ik. Maar het is wel de tekst van Openbaring, het is wel de tekst waar we middenin zitten. Het is de tijd waar we middenin zitten, in deze tijd. Dat God je oproept om heilig, smetteloos en zonder rimpel te zijn. Om in de fik te staan voor God. Om te zeggen van, waar is die eerste liefde gebleven? Waar is die eerste liefde gebleven? Hebben we nog dat brandende vuur in ons hart? Dat we kunnen zeggen van, ik sta 's morgens op met hem. Als ik 's nachts naar bed ga, ik ga naar bed met de gedachte van God. Als ik overdag ben, dan gaan mijn gedachten, verlangens gaan naar hem uit. Zoals Hooglied over hem schrijft, van je geliefde, dat je denkt van ja, ik wil hem alleen. Of zijn we soms geconsumeerd met de dingen van het leven? Heeft Laban ons toch een klein beetje van, oké, ik kan ook nog wel even wachten. Ik kan ook nog wel even goed om me heen kijken, hoe ziet het hieruit? Ga ik dit niet missen? Zit ik niet heel erg in het aardse leven? Zit je toch te veel in het aardse bestaan? Of mijmer je gewoon met de gedachte om bij hem te zijn? Dat je denkt van, oh man, ik wil gewoon met Christus zijn. Ik wil gewoon met hem zijn. Ik wil gewoon nu onderweg met mijn dienaar naar mijn bruidegom. Ik wil nu die route maken. Kom, laten we gaan. Ik zal opstaan. Rebecca snapte het. Die zei, ik ga. Ik ga opstaan. Ik laat me niet tegenhouden door. Weet je, er staat in het woord van God. We zullen ouders achter ons laten. We zullen schatten achter ons laten. We zullen huizen verlaten. Maar wat is de waarde van tijdelijke zaken ten opzichte van een eeuwigheid? Amen. En ik moest zo denken aan de 5... dwazen en de 5 wijze maagden die onderweg waren. Het gaat hier om maagden, het gaat hier gewoon om christenen. 5 en 5. En de wijzen zijn onderweg en de dwazen zijn onderweg. En ze worden allemaal slaapdronken en ze vallen allemaal in slaap. En dan in één keer horen ze de roep van hun bruidegom. Die roep van, kom, het feest is aangaande, het feest is aanstaande, kom binnen. De bruidegom roept je nu voor de feestmaal, dan roep je nu voor de bruidegomsmaal. Kom je om feest te vieren? Kom je om deze bruiloft met mij te hebben? Kom je mee? En ze staan op, maar 5. Bij 5 doet hun lamp het niet. Geen olie. En de 5 wijzen hebben wel olie. En de dwazen die vragen aan de wijzen, mogen we de olie die jij hebt lenen? En zij zeggen nee, want we hebben niet genoeg voor ons allebei. En dat is precies hoe het is. Je kan niet teren op het vuur van een ander. Ik zeg het nog een keer. Je kan niet teren op het vuur van een ander. Je hebt je eigen vuur nodig. Je hebt je eigen tijd met God nodig. Je hebt je eigen plaats nodig met God, waarin jij in de fik komt te staan.
En dan kun je onder begeleiding van de Heilige Geest kun je komen van het land van Laban naar de hemel. Naar het land van Abraham. En dat is waar je voor geroepen bent. Dat is de bestemming. En daar ben je naar onderweg. Maar je moet wel vuur hebben, anders kan je de weg niet vinden. Je kan het niet zien. Je hebt die dienaar nodig. Je hebt die dienaar nodig die jou begeleidt. En dan komen we gelijk bij toch wel een beetje een soort van zwaar topic van, ja oké, kan ik dan mijn redding verliezen? Kan ik dat dan kwijtraken? Er zijn vaak vragen die erbij komen. Nou, ik denk niet zo heel gemakkelijk hoor, maar ik denk wel dat het kan. En als je hier vragen over hebt, kom gerust naar de dienst. Maar laten we heel even gaan naar Hebreeën 6, want ik wil het toch wel even erbij pakken. Ik ben er snel doorheen aan het gaan hoor, ik weet dat het laat is. Maar het komt allemaal goed. Toch, wat moet je anders doen op een zondag? Het mooie weer was gisteren, toen al een trainingsdag. Hebreeën 6 en dan vers 4. Ik snap, het is ongeveer de laatste zondag en dan krijg je me nog een pak slaag. Nee, maar het is, ik wil dit gewoon zo duidelijk aansnijden, want ik weet gewoon hoe belangrijk het is. De tijd is nu. De tijd is nu om gewoon die oude liefde van, weet je, die eerste liefde er weer bij te halen. Toch? Dat is echt nu. Want de agenda buiten, die gaat wel. Die duisternis, die duistere agenda, die gaat wel. Geloof me nou, over een paar maanden zitten we weer in lockdown. 100%. En ik weet het gewoon zeker, dat gaat gewoon gebeuren. Dus die tijden die zijn gewoon aanstaande. Maar het gaat erom van, wat is onze gesteldheid en hoe kunnen wij daarmee omgaan in ons hart? We kunnen maar op één manier mee omgaan. En dat is gewoon om in de fik te staan voor Jezus Christus. Zodat je weet dat je olie brandt. En dan zit je gewoon safe, dan zit je goed. Dus laten we dat gewoon doen. Uiteindelijk is het gewoon je eigen leven neerleggen en overgeven aan hem. Man, het is toch eigenlijk een heerlijk leven om met hem te leven, amen. Oké, 6 vers 4, want het is onmogelijk. Iedereen zegt onmogelijk. Om hen die eens verlicht zijn geweest, die de hemelse gaven geproefd hebben en deelgenoot zijn geworden van de Heilige Geest. Van wie waren ze deelgenoot? Van de Heilige Geest. Dus ze hebben gekregen de Geest van God. Deelgenoot betekent dat je hem had. Je hebt hem. Deelgenoot zijn geworden van de Heilige Geest. En die het goede woord van God geproefd hebben en de krachten van de komende wereld. En die daarna, dus die hebben dat allemaal gesmaakt, maar die zijn daarna afvallig geworden. Dus ze zijn afvallig geworden. Dus dat betekent dat je ergens, je hoorde eerst daarbij en daarna ben je ervan afgevallen. Je behoort eerst ergens toe, anders kan je ook niet afvallig worden. En weer opnieuw tot bekering te brengen. Weer opnieuw. Omdat zij voor zichzelf de Zoon van God opnieuw kruisigen en openlijk te schande maken. Je hebt je twee keer het woord opnieuw. Je kan dat niet opnieuw doen. Je kan niet opnieuw bekeren. En je kan niet opnieuw Christus voor jezelf kruisigen. Christus is één keer voor jou gekruisigd, je bent één keer bekeerd. En er zijn geen zaken die we dan... Tuurlijk, je hebt je bekering van je zonde en zo, daar gaat het niet om. Dit gaat over dat je eenmaal je reddingsbekering hebt gekregen. Opnieuw tot bekering. Dus hier staat, die daarna afvallig zijn geworden van al die dingen die zij gesmaakt hebben, opnieuw tot bekering te brengen, om opnieuw te kruisigen. Het gaat niet. En er staat er in vers 7, en dit is gewoon de sleutel. Want de aarde die de regen indringt, die er dikwijls op valt, en die nuttig gewas voortbrengt voor hen, door wie hij ook bewerkt wordt, ontvangt de zegen van God. Maar de aarde die dorens en distels voortbrengt, is verwerpelijk en de vervloeking nabij, waarvan het einde tot verbranding leidt. Dus wij moeten zijn als de aarde die de regen indringt. Amen. Maar dan moeten wij ons positioneren onder regen. En de regen is de Heilige Geest, want er staat hier, de regen valt dikwijls. Nou, dat is goed om te weten. Dus als de regen dikwijls valt, dan moet jij onder de regen gaan staan. Dan moet jij de aarde zijn die de regen indringt. Dus dat de Heilige Geest gaat op je vallen, want hij valt dikwijls. Maar dan moeten wij wel onszelf neer gaan zetten. En wat er dan gebeurt als de regen op jou valt, dan word jij een vruchtbare grond die vruchtbaar en nuttig gewas voortbrengt. Dus we gaan vrucht dragen. Dat gebeurt. Want wij zitten onder de zalving van de Heilige Geest. Wij zitten onder het regen van de Geest van God. Amen. Dus kan je je redding verliezen? Ja, ik geloof het wel. Maar ik geloof ook dat dit zijn mensen, waar hij hier over spreekt, die volwassen christenen zijn en die doorlopend eigenlijk constant het evangelie zijn gaan afwijzen. Die constant zeggen van nee, ik wil dat niet meer. Ik hoef het niet meer. Ik wil er niks meer mee te maken hebben. Ik wijs het af. Ik doe er niks meer mee. En vervolgens lauw zijn geworden. En een verstild hart hebben gekregen. Een kil hart. De liefde verkilt in het einde van de dagen.
En dit kunnen mensen zijn die al jarenlang naar de kerk zijn geweest, maar die er in één keer een soort van niks mee te maken willen hebben. Die in vuur hebben vlam hebben gestaan, die wonderen en tekenen hebben gezien. Die demonen hebben uitgedreven wellicht, maar die toch hebben gezien van ik wil het niet meer, ik hoef het niet meer. En je kan je het niet voorstellen, wellicht, maar ze zijn er, misschien ken je er wel een. En het is belangrijk dat wij onszelf behoeden en dat wij onszelf laten zijn een vruchtbare aarde die de regen indringt. Amen. Alright, en als we dat willen zijn, als we willen die grond willen zijn, dan moeten wij zijn zoals Rebecca, die gewoon opstaat en die zegt, ik zal gaan. En de Heilige Geest roept en de dienaar zegt, ze moet nu komen, ze moet nu komen, ze moet nu gaan. En Laman zegt, blijf nog even 10 dagen. Hoe het interessant het is dat Rebecca Isaac nooit gezien heeft. Nooit. En zo is het ook met ons. We hebben onze meester nog nooit gezien. We hebben onze man nog nooit gezien. Maar we weten dat het goed gaat zijn, amen. Wat er een mooi plaatje is dat de Heilige Geest, die kwam met 10 kamelen. Altijd goed om kamelen te hebben, toch Rick? Ja. De kamelen waren bekleed met gaven, met kostbaarheden. De kamelen staat voor de flow en de kracht van de Heilige Geest. Staat voor de flow en de kracht van de Heilige Geest. Rebecca die klom op de kamelen op de terugreis. Het is onmogelijk om daar door de woestijn in je eentje te gaan in eigen kracht. Het zou je niet lukken om te gaan van Laban naar Abraham op eigen kracht. Wat nodig is dat je op een kameel gaat zitten. Nou, dat is altijd goed om op een kameel te zitten, toch? Die dingen die gaan wel. Maar wat het is met een kameel, wist je wel eens op een kameel gereden? Heeft iemand wel eens op een kameel gereden? Ja hoor, kijk eens, ja, kamelenrijders hier ook een paar. Dus, wat ik begrepen heb, ik heb, Rick ook, zie je het wel? Ja hoor. Nou, ik niet, maar wat ik van heb begrepen is dat het vrij ongemakkelijk is om op zo'n ding te zitten. En dat je vooral moet laten bewegen. Je moet het vooral laten gebeuren. Niet te veel weerstand. Wat wij moeten doen, is dat we gaan zitten op de kameel en geen weerstand bieden, maar dat we die flow van die kameel laten gaan. Hetzelfde als met de rivier. Spring in je rivier. Ja, toch? Dat is toch... Nu kunnen we gaan roepen, we bidden dat de kamelen komen in Jezus' naam, toch? Dat is ook een mooi plaatje. Maar uiteindelijk is het zo, dat op die kameel moeten gaan zitten. En dan moeten we dat gewoon laten gaan. De kamelen zijn de kracht van de Heilige Geest. En wat Martijn zegt, we hebben kracht gekregen om te getuigen. En daarnaast hebben we de gave gekregen van de Heilige Geest. Hij nam kostbaarheden mee. En hij bekleedde Rebecca, gelijk toen zij de keuze had gemaakt, bekleedde hij haar met kostbaarheden. Hij bekleedde haar met de gave van de Heilige Geest. We hebben de gave van de Geest nodig, het spreken in tongentaal, om die reis te maken. We hebben de gave van de Geest nodig om zonder, om smetteloos te zijn. Ja, we hebben die gave van de Heilige Geest nodig om naar de overkant te komen. Bekleed te zijn met hem. De kracht van de Heilige Geest, die kameel draagt ook onze lasten. Hij draagt onze lasten. Dat is uiteindelijk wat we moeten doen. Overal waar wij moeite mee hebben, moeten we overdragen. Alles wat wij dragen in het leven, wat we niet hoeven te dragen, wat een last is onderweg naar eeuwigheid, gooi het van je af. Gooi het op die kameel. Gooi het op dat ding. Hij draagt het wel. Het is uiteindelijk de Geest van God die jouw lasten moet dragen en niet jezelf. Want wij komen soms bepakt in bezakt, komen waar in de hemel. We zeggen, God, loop je nou allemaal te dragen, man? Heb je nog een kameel voor? Maar het is zo belangrijk dat wij niet dragen wat wij niet hoeven te dragen. Amen. Alright. Kijk, de wereld, Laban, die probeert je te vertragen. Die probeert jouw schatten te laten zien. Die probeert jouw gaven te laten zien die de wereld te bieden heeft. Maar wij zijn niet bestemd om dat te dragen. Wij zijn bestemd om de gaven te dragen van Gods geest. Maar daarbij probeert je af te leiden. Je bent op weg naar een trouwerij. Er is een feest in de hemel gepland. En hij probeert je te vertragen. Hij probeert je lauw te maken. Hij probeert je te zeggen van kijk eens hiernaar, kijk eens daarnaar. Maar we moeten onze ogen gericht houden op Jezus Christus, de volleinde van ons geloof. Alright. Nog een keer terug. Ik ga nog even terug naar het stuk. Ah, ik heb best snel gevlamd dit. Ik ben best trots. Deborah is trots. Zie je het? Ja, precies. Gewoon zeggen dat het zo is, dan zeggen ze vanzelf wel weer. Zo werkt het. Kijk, het hele verhaal vind ik het zo mooi. Ik vind vers 58 zo mooi, waarin... Ja, eerst Genesis 24, ja, we zijn weer terug waar we waren. Vers 56 in Hebreeën, denk ik het niet, maar zou ik kunnen noemen. Daar staat dat... In vers 56 staat, de Heilige Geest houdt me niet op.
De Heer heeft mijn weg voorspoedig gemaakt. En zo moeten wij zijn. We moeten zeggen van, houd mij niet op. We zijn onderweg. We hebben een doel. En Rebecca zegt, er zijn antwoorden en ik zal meegaan. En in vers 61, Rebecca en haar dienaressen stonden op, bestegen de kamelen en volgden deze man. En volgden de Heilige Geest. Zo nam de Heilige Geest Rebecca mee en vertrok. En dan zien we in vers 63, zien we Jezus Christus, die bij het vallen van de avond, je ziet ook steeds zeg maar in die gelijkenissen van Jezus, die spreekt over dat het donker werd. En dat hij dan de mensen ging binnenhalen voor zijn bruiloft. De nacht viel. En zo was het ook met de wijze en de dwaze maagden. De nacht viel en ze werden moe. Dus laten wij een volk zijn wat niet moe wordt. We zullen redden niet moe worden. Olielampje vol. En het is zo belangrijk, die vers 63, daar staat Jezus op de uitkijk. Jezus ging tegen het vallen van de avond naar buiten om te bidden in het veld. En hij sloeg zijn ogen op en zag en zie, er kwamen kamelen aan. En hij zag en zie, zijn bruid kwam eraan. En uiteindelijk is het voor ons zo belangrijk dat we dat gaan beseffen. Dat we onderweg zijn naar een eeuwigheid, dat we onderweg zijn naar Hem. En dat vandaag de dag, dat het zo nodig is, dat wat er in Openbaring 22 vers 12 staat, waarin staat, en zie, ik kom spoedig en mijn loon is bij mij. Om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. Wat gaat hij doen? Hij gaat aan ieder vergelden zoals zijn werk zal zijn. Jezus zegt, ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de boom des levens. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, opdat zij recht mogen hebben op de boom des levens. En opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan. In vers 17 staat daar aan de geest en de bruid zeggen kom. En laat hij die het hoort zeggen kom. En laat hij die dorst heeft komen. En laat hij die wil het water des levens nemen voor niet. Want hier staat en laat hij die dorst heeft komen. Laat hij die dorst heeft komen. Ik geloof dat het zo cruciaal is. Dit is wat we constant moeten doen. Dit is onze gesteldheid die we moeten hebben. Een dorstig volk zijn. Constant dorsten en hongeren naar de geest van God. Want zij die hongeren en dorsten, die beërven alles hier. Die beërven alles hier. God zegt Jezus zegt op het loofhuttenfeest. Hij die dorst heeft, laat hem naar mij komen. En laat hem drinken. En stromen van levend water zal uit zijn binnenste komen. Hij zal nimmer meer dorsten. Nimmer meer dorsten. Want weet je wat het is? De wereld en wat Laban te bieden heeft. Het gaat nooit verzadigen. Het gaat nooit vervullen. Maar God, die gaat je vervullen. En hij gaat je geven van de boom des levens. En je zal ten alle tijden en eeuwig leven. En ik bid gewoon voor jullie allemaal, vandaag de dag, dat we 5 wijze maagden zullen zijn. En dat we onderweg zijn en dat onze olielamp gevuld is. En op het moment dat die gevuld is, dan zitten we goed. En ik heb er zo'n zin in. Dat die roep komt en dat die naar ons meeneemt. Dat de Heilige Geest zegt van kom, sta op. Vandaag is de dag, vandaag is de tijd. En we gaan onderweg om bruiloft te houden met Hem. Amen.